Dit is het Oranjepark, met hier de brandweerkazerne en daar de school. En daar is een probleem. Die moet verwarmd gaan worden. En dat zou moeten gebeuren via het warmtenet van de AVC, maar dat is nog niet klaar. Dus is er een tijdelijke verwarming nodig. En die verwarmingsinstallatie gaat de gemeente plaatsen hier bij het basketbalveld op het Oranjepark. Nou, daar zijn de buurtbewoners helemaal niet blij mee. Aan de telefoon heb ik Maaike Mannaert. Zij woont in de buurt. Mevrouw Mannaert, wat is nou het probleem? Het belangrijkste bezwaar wat wij hebben is met name de plek die de gemeente daarvoor heeft uitgekozen. Dat is namelijk direct naast de speeltuin en onder monumentale bomen die hier in het Oranjepark staan. En wij verwachten daar veel problemen mee. Welke problemen? Wij verwachten onder andere dat zo'n container toch weer wat rare hoekjes en dergelijke creëert. Waar mensen gaan rondhangen die wij liever niet in de buurt van de speeltuin hebben rondhangen. We hebben daar de afgelopen jaren al veel moeite voor gedaan om deze buurt veiliger en prettiger te krijgen. Zodat iedereen hier gewoon fijner kon wonen en vooral ook de kinderen gewoon veilig buiten kunnen spelen. Daar zijn onder andere bossages en dergelijke voor weggehaald in overleg met de gemeente. En nou wordt er een groot ding geplaatst. Waar toch je van kan afvragen wat daarvan de impact is. Nou heeft de gemeente in februari al gepubliceerd dat die container met verwarming in gaat komen. U had bezwaar aan kunnen tekenen, dat heeft u toen niet gedaan. Dat klopt, wij hebben helaas die vergunning gemist. We proberen daar altijd wel goed op te letten. Maar wij zijn ook gewone burgers die afhankelijk zijn van die plaatsingen. En dat ook gewoon af en toe wel eens een keer missen. En wij vinden dat de gemeente wat dat betreft ook wel in een eerder stadium met ons had kunnen overleggen over de plek waar die komt. We mogen nou als doekje voor het bloeden gaan meedenken. Daarvoor zijn we dan wel benaderd. Uiteraard pas na afloop van alle vergunningstoestanden zijn wij benaderd door de gemeente. Of wij wel wilden meedenken over de aankleding van de container en de hekken eromheen en dat soort zaken. Nou, dat zie ik als een doekje voor het bloeden. De gemeente had aan ons als omwonenden ook gewoon moeten vragen, wat is een goede plek voor die container volgens jullie? En daarover gewoon met elkaar moeten nadenken. U heeft een brief gestuurd aan de wethouder. Wat wilt u dat de wethouder nu nog gaat doen voor u? Wij willen dat de wethouder in ieder geval ter plekke komt kijken hoe de situatie is en waarom wij denken dat dit geen geschikte plek is en gaat kijken of dat heroverwogen kan worden. Bovendien zijn er ook nog een aantal andere vragen omtrent de hele procedure en de vergunningen en dat zijn vragen waar wij steeds geen antwoord op krijgen en dan willen wij antwoord op van de wethouder. Nou, dit is de brief die de bewoners vandaag hebben gestuurd naar de wethouder. Ik heb uiteraard de woordvoerder van de gemeente gebeld en die heeft gezegd, wij gaan de bewoners uitnodigen om met ze in gesprek te gaan, maar we willen nog niet op de zaak vooruitlopen.